Mensen, welkom! Vandaag zijn we hier met Premier League. Echt knap dat je dit moment Elite hebt gehaald. Heb je die SPC zelf gedaan, of niet? Ja, die wel. Ik heb mijn Weekend League zelf niet gespeeld. Shoutout naar FIFA Rito. Jij wel Raoul zeggen. Heb ik gezien onder ons video, er was een boycott op jou, hè? Omdat jij je Weekend League niet zelf had gespeeld. Echt? Zeiden mensen van, zullen we allemaal massaal zo'n video expres niet gaan kijken? Oké, okay, welkom aan de mensen die deze video niet kijken. Want jullie toch al gaan doen. Welkom! Nou, ik ben er, maar kijk wat het ook is. Zat jij vroeger niet te haat op mensen die allemaal zo'n rewards openden? Het zijn mijn eigen rewards. Nee, het zijn je rewards. Het zijn mijn rewards. Heb jij ze gehaald? Nee, dat niet. Zijn het jouw rewards dan? Ja. Nee. Oh. Wil je nou dit weekend voor Koen spelen en gaat ze... Laat even een comment achter. FIFA Rito, dankjewel. Hij heeft een video gemaakt van mijn Weekend League, staat een linkje in de beschrijving. Oké. Okay. Sowieso vergeten. Nee. Hij heeft nu, hoeveel subs heeft hij? 6k of zo? Hij moet zeker naar de 10k subs heeft hij na deze video, mensen. Abonneer op FIFA Rito. Jongens, zijn jullie klaar? Ik heb eerst hier dat packie voor die gegarandeerde speler. Klaar voor? Doe een duimpje omhoog. Doe een SO naar de street. Doe een SO naar de street. Niet Turks. Kom op! Eigenlijk degene die je volgende Weekend League gaat spelen, kan ook gelijk gebruiken. Oh nee! Oh, Henderson! Goeie Henderson! Ja, dat is best goed. Ons Jordan. Ja, die ga je echt wel gebruiken, man. Ja? Ja. Jij gaat het sowieso niet gebruiken. Misschien gaat degene die mijn Weekend League dit weekend gaat spelen, gaat hem wel gebruiken. Goh, wat goed! Ik denk dat iemand een keer zegt van ik wil hem spelen, dan hackt hij gewoon. Ja. Dan alles discard zoals bij Bas. Zelfs je untradable. Henderson. Untradable en Bolo. Boost! Ik ben... Boost! Boost! Even Division Rivals. Ja, een beetje spanning opbouwen. Oh ja, een beetje spanning opbouwen. Ja. Wat heb je gehaald? Divisie 8. Nou moet je even je back houden van Divisie 5. Dit is zo ongelooflijk. Waarom open je dit? Ja, dit moesten jullie. Nee, die megapacks. 30k packs. Oh. Niet je gouden upgrade. Hey Turks! Leuk. Hey jongens, wie denken jullie dat ik uit mijn elite pack ga krijgen straks? Die moet ik niet natuurlijk. Anderson. Die keeper, 3 keer. Maar kijk, op zich verdien je het wel gewoon om niks te krijgen. Hoezo? Vind ik. Oké. Je was niet goed. Lopen strijden. Ik heb gestreden voor die goud 1. Goud 1. Hè? Ja, dat zat ik. Oh! Sorry! Oh! Weer Anderson! Oh! Ik dacht. Maar nu heb ik hem. Joe Hart. Oh! Oh, man! Gangnaam staat. 35k. De duplicus, Henderson. Oké, dat filmpje dat mensen op de plein is die Sokko pakken en alles. Ja, die is leuk, hè, filmpje. Leuk filmpje. Elite 3. Ik ben zo vroeg, hè. Het is ongelooflijk. Dit is dit jaar, hè? Ja. Goed gedaan, man. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Helemaal zelf ook? Ja. Was die €75 echt waard? Ja. Zijn we er klaar voor? Nee. Ik denk Amrabat. Hij gaat zoiets goeds krijgen, hè, dat speak. Amrabat. Oh, dit is goed, man. Amrabat. Dit is goed. Hé, dit is goed, man. Maar 4 anderen. Ja, wel die hele goed. Je kan het niet eens krijgen. Richard, dit is goed. Komt de volgende. Komt hij. Nu. Oh, komen. Ja, ga ik nemen. Wat ik heb hem, dus ik kan hem wisselen en zien die je kan kopen. Zo. Oh ja, Traoré! Ja! Yes! Die ben ik echt. Ja, Traoré! Dit is goed hoor. Dit is fucking goed. Lekker zeg. Laat eerst even je team zien, want ik moet even rekken. Hartstikke glorie. Even een beetje rekken. Oké. Nou, oké, deze kan weg. Niet naar je club sturen, want dan reed je het. Ja, het was niet natuurlijk. Oh! Hoezo speel je nog met die Carlos Alberto? Ja, maar dat is een soort van ja, die zit heel slecht in FIFA Rito. Zij ook van, mag die alsjeblieft weg, die kan er geen reet van. Dus, wie is die spits dan? Heb je zonder spits gespeeld? Nee. Je zoekt toch Richarlison? Douglas, maar nu kan Richarlison. Ja, die Richarlison moet daar, maar die had geen chemistry. Wel, zodat je Sissoko in de spits en Richarlison op zijn. Sissoko in de spits? Ben je noob of zo? Sissoko is goed, man. Kenno, 30 goals. Gouden Mbappé. De man heeft 6k uitgegeven dit jaar aan geld en heeft nog steeds gouden Mbappé. Als je dan blijft haten, is goed. Oh, ze heeft toe op de bank. Heb je hier nog een plak kaas liggen? Is leuk. Oké, we hebben dus deze 100k en 1 Premier League tot Terry. Eerste 100k. Komt-ie! Geef mij een team of the season. Nike? Nee. Nee. Rus! Ja! Oh! What the fuck? Oh! Yes! What the fuck? Wat zou je laten zijn? 300k? Oh! Oh my lord!
eerste en tweede icon van het jaar. Godverdomme, man. Pivarito, dankjewel, jongen. Ongelooflijk. Oké, jongens. The moment of... Ik moet zeggen, tot nu toe is het heel erg Klaas. Je kan Kroatië hebben als vlag. Ja, dat is slecht. Dan ben ik echt een als Kroatië. Je krijgt waarschijnlijk Brazilië. Moet je Engels als vlag krijgen? Hij is Aubameyang. Noord-Korea. Hij gaat Aubameyang. Noord-Korea. Aubameyang. Hij werd echt spannend, hè? Oh, Brazilië! Nee. Oh, 97, bro! Oh, die kan hier nog onder zitten. Die kan hier nog onder zitten die goed is. Nee, nee. Alleen de bruine. Aubameyang. Je krijgt Seyun, Salah en Henderson eronder. Oh, nee. Nee. Wel, zie je, jij hebt ook gelijk. Zeker gelijk. Broer, dus best wel goed. Broer, ik heb er 2, heb ik er al. Gast, Hennessy is kopen. Tweede bal, maar goal. Oh! Is dit? Yes! Weg hier, kom. Iedereen, dit is een hele goede. Hey, de tyfus. 600k. Yes! Dit is goed, man. 600k. Is dit tweede bal? Bro, schaam je. Je hebt gewoon een mail gekregen. Gewoon een millie. En je gaat lopen janken. Wat een loser. Nou, nu ben ik blij. Dit is goed, hè? A few moments later. Nou, wat moet ik even komen pakken? Moet ik iets zeggen? Nou, nah, even van Dijk. Ben je laag, joh? Hé, hey, wat ben ik... Hé, hey, leuk. Ik heb even 10 van deze. Dan heb ik een Tauri League Professional. Yeah. Ja. Giovinco. En deze zijn echt slecht. Die doen we eerst. Dan hebben we 10 van die packs en... Wat is van die packs? Ja, van die 4 Premier League speler packs. Oh, ja. Zaaar! Je mag even volgen. Wat? Je wil even snuiven? Ik heb nog een beetje van. Weet je, laat ze lopen snuiven dat we hem zo'n Insta-story hadden geplaatst? Snapking. I beg. Ja, die plaatst een foto die helemaal met een strakke ogen zonder dat het allemaal wit nog hier bij zijn neus. Maar ben je dan... Nee, dan ben je niet goed in je hoofd, nee. Nee, maar dat was op zich iets waar we al achter waren. Dit is goed. Sissoko! Ja! Sissoko! Oké, dus ik heb er 40 zeldzame gouden spelen. Nou, ja. Ik heb precies hetzelfde gedaan en mijn beste was... Moet ik even over nadenken. Volgens mij niet eens een walk. Ja, maar ik had geen walkan. Ik ook niet, zet het zien. Nou, nu niet, nee. Maar je hebt er natuurlijk... Nog 10. Oh, Jeroen! Dit is helemaal niet reden, was ik. Ja. Boom! Nee, ik had maar zelf verwacht echt wat uit te krijgen. Ja? Oké. Okay. Ja. Ik ben backkoning. Komt die al? Ah. Ja, als je boren is, de kans op een team is best wel vrij groot. Ja, best oké. Okay. Ja, je hebt ook nog wel een paar walkouts. Ja, oké. Okay. Fernandinho is ook natuurlijk ook nog vrij. Als je een walkout krijgt, dan is de kans op ja, maar ja, dan zie je al van het team is. Dat is waar. Ja, jongen. Wat een aarzelen. Ja, ja. Ik denk dat we iets missen. Normaal doe je hier allemaal debiele dingen op je hoofd, in je neus. Ja, maar nu niet. Je neus vooral heel veel. Nee, ik ben een serieuze YouTuber. Maar ga je ook nog even iets goeds pakken, anders is dit echt een slechte video, man. Dit komt achter die andere video. Waar ik 100.000 miljoen goede spelers gepakt. Dit is echt niet goed, zo, hoor, dit. Maar jij dacht echt dat dit goede packs was? Ja, ik dacht van misschien zit er wel een keertje wat in, maar dit is echt een hele joh. We hebben nog maar 4. Jezus. Je moet echt even iets grappigs doen, anders dan zijn de mensen weg, hè? Ja, want er komt nog een Saudi pack. Daar zijn mensen koud. Oh, die Saudi pack. Saudi pack. Zelden zo hard geweest. Mensen, op het moment dat jullie dit kijken, is waarschijnlijk het team van de season van de La Liga. Oh, niet Bundesliga? Nee, geen Bundesliga. FC Rudi zei tegen mij Bundesliga. FC Rudi zei tegen mij La Liga. Echt? Ja. Leugenaar. En dan gaat hij straks zeggen, ja, ik had gelijk. Nee, ja, hij komt recht tegen mijn Bundesliga. Tegen mij oprecht La Liga, maar misschien zegt hij straks van ja, nee. Cerruli zei Bundesliga, maar FC Glory zei La Liga. Oh ja, dan is dat het. De alter ego maar FC één van de twee is in ja. PEX. Dus in ben PEX. Jij nou op zoek naar punten. Ga naar Ik Wil Te Goed. En hierna de Saudi Professional League, hè? Giovinco. Ja, echt very, very professional. Ja, very professional, oh, very league. In de laatste, komt hij aan. Oh, 10 van die packs, 2 borden. Ik had precies hetzelfde. Niet goed, Dele Alli. Of Harry Kane. Nee, oké. Dele Alli, dat was mijn beste. Echt? Goed, dat check. Pickford. Nou, het drama. Maar, mensen. Be ready for de Italiaanse vlag. Nee, en al het andere, zou dat goed zijn? No, ja, Hamdoula. Het is allemaal walkout. Ik weet niet of dat je kunt om het niet te doen. Oh, CDM! CDM, hoe weet je dat? Weet je omdat ik toevallig toen straks een video bij Roadshop gekregen Petros. En hij 3 keer Petros pakte. Petros! Best goede stat. Ja, Koen. Best goede stat. Ik ga hem. Fantastisch. Petros! 3-6 kills. Nah, 85 defending. Ja, en kijk even naar zijn workrates ook. Even, ja, workrates. Normaal, dat is het allerbeste wat je kunt hebben volgens mij. Hij kan fucking goed koppen, zo te zien. Ja, zelfbeheersing is ook 91. Ja. Dat mag ik niet vergeten, alsjeblieft. Ja, want anders slaat hij zo iemand op zijn bek. Ja, krijg je geen kaartjes. Maar wel 4 agressie. Ja, hij is wel agressief, hè. Ja, maar dat is wel bijzonder dat hij heel agressief is, maar wel heel goed zichzelf kan beheersen. Ja, dus hij komt ervan... Ja, precies. Dat is Peter ook. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Veel goede zin gepakt. De mop van vandaag gaat naar Rob.
Alweer? Dat doe je altijd als Nee, maar de vorige keer die is niet online gekomen. Ah, wat had ik toen gezegd? Ja, weet ik niet meer. Ik had echt een leuke mop. Ja, je had een leuke mop, maar ja, weet niet wat het was. Ja. Maar waarom zeg je dit nooit van tevoren, zodat ik even iets had? Ja, wat leuk is, maar hier on the spot. Oké, ik ga even googlen. Ga jij maar even lekker googlen. Bestemoppen.nl, die heb je zeker al, heel die site heb je natuurlijk ook gehad. Ik heb geen één mop van de site gehad, dat Nee, ik bedenk ze allemaal zelf. A few moments later. Heb je een mop? Ik heb Mark en Kai van de Ree mopje. Ja, natuurlijk. Klein meisje staat samen met Kai van de R. Onder de douche. En kijk naar de pik van Kai van der R. Eigenlijk van de vader, maar dat is Kai van der R. Ze vraagt papa, wanneer krijg ik zo'n ding tussen mijn benen? Op de vader zegt straks, als je moeder niet meer thuis is. Het is toch geen mop? Ja, nou, ik lees dit gewoon op van. Ik lees dit op van M0P.nl. Oké, dankjewel. Dankjewel voor het kijken. Doei. Meine Güte.